De sloop van het Beatrixoord aan de Oorschotse Dijk in Eindhoven zal in april van start gaan. Op het complex staan panden die tezamen in de Tweede Wereldoorlog een Duitse vliegbasis vormden, met vliegveld Welschap als basis. Momenteel ligt het nagebouwde dorp recht onder de aanvliegroute van de Eindhoven Airport. Het terrein wordt teruggegeven aan de natuur. Dit is een voormalig Duitse legerterrein, gebouwd in de Tweede Wereldoorlog. En daarna is het in gebruik genomen na afloop van de Tweede Wereldoorlog door de Nederlandse Defensie. En een jaar of 15 geleden is het omgebouwd naar een asielzoekerscentrum. En dat is tot vorig jaar als asielzoekerscentrum in gebruik geweest. Nou is dit toch een soort van monument. Waarom kan de gemeente daar niks mee? Nou, vanwege de risicocontour van Eindhoven Airport. En die risicocontour houdt eigenlijk in dat omdat er zoveel vliegtuigen aan en af vliegen hier, dat er een risico bestaat dat er een vliegtuig neerstort of een noodlanding moet maken. Nou, en dat kan theoretisch een x-aantal slachtoffers met zich meebrengen. Dat noemen ze dan een risicocontour. En vanwege die contour kun je hier eigenlijk geen andere bestemming aan de gebouwen geven. En dat is een van de redenen waarom we gezegd hebben van nou, dan bestemmen we dit terrein als een natuurontwikkeling. Het is hier dus eigenlijk gewoon te gevaarlijk? In feite wel, ja. De Henry van Abbe Stichting, die onder meer het gemeentebestuur adviseert over behoud van interessant erfgoed in de stad, wil dat met name het kerkje op het terrein behouden blijft. Mede door haar historische waarde. Nou, het is vermomd als kerkje, want het is oorspronkelijk door de Duitsers gebouwd als een plaats om parachuten te drogen en uit te hangen. Maar het hele complex is door de Duitsers gebouwd en vormgegeven als zeg maar een Brabants dorp, zodat het niet zo opviel en leek alsof er hier geen militaire activiteit plaatsvond. Nou wil die stichting dat juist dit gebouwtje blijft staan, waarom? Omdat het een markant gebouw is, neem ik aan. En we zijn dus ook aan het kijken met de stichting of dat mogelijk is in relatie tot het toekomstig gebruik van dit terrein. Maar daar zijn we nog in overleg met de Henry van Abbe Stichting, hoe we dat precies gaan vormgeven.